een hele goede morgen. Ja, het is weer maandag. Het is, niet liegen, 7 mei en het is 10:20. En ja, mijn ene mannelijke begeleider is weer beter. Ja, die is een tijd ziek geweest. Dus die zou straks om rond 10:45 komen. Dus we wachten het wel weer af. Ik ben met een bakje koffie bezig. Meneertje die ligt daar lekker. Hij was op de grond, maar hij is wel op de bank gaan liggen. Daar zit mijn rode rakker. En waar de andere twee zijn, daar zit mijn zwart-witte. Oh, en op de stoel daar komt net een staart vandaan van mijn prinsesje. Ja. Die was gisteren zo aan het spugen. Nou was zij daar weer bezig. Ik blijf aan de gang. Heb je een druk met andere dingen? En dan kun je dat weer tussendoor doen. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Nee, daar heb je dieren voor. Moet je niet aan dieren beginnen. Maar ik wens jullie wel allemaal een hartelijk welkom toe bij Corina en de Beestable. Ja, simpel. En het is prachtig mooi weer. Het is weer warmer dan het gisteren was. Dus ja, we wachten het gewoon allemaal af, toch? Wat het weer ons brengt, wat de dag ons brengt. Ik weet wel dat vanmiddag Astrid weer komt. Dus ja, wordt weer gezellig. Ja, simpel zat. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles. Tot later. Ja, en dan zie je dat als je er buiten kijkt. Mannen aan het werk. Aan het schoffelen en aan het doen. Ja, hebben ze ook wat te doen. Houd ze bezig. Het moet toch gedaan worden. Het is wel even een leuk gezicht om dat te zien. Ja. Nou, mijn begeleider die is ook alweer geweest. Dus ja, dat is ook weer achter de rug. Mijn hondje deed het net alweer zo vreemd. Ja, ik kan het niet nadoen. Maar in ieder geval alsof hij van binnen in zijn bekkie gestoken wordt door een insect. Maar ja, ik heb niks gezien of wat dan ook. Maar ja, hij is gewoon een beetje maf van het doen. Hij is een beetje maf van het doen. Hé, kereltje. Hoppetje, dikke doosie. Oh, lekker hè. En hoe is het buiten? Nou ja, buiten is het prachtig mooi weer. En als jullie dat goed kunnen zien. Ik zal het ook even richten. Ik zie het zo zelf niet. Oh ja, daar moet ik wezen. Daar ligt er eentje. Die is ook lekker lui. Onder de bak daar. In het hoekje. Maar ik denk dat jullie dat niet zien. Dus ik zal dan eventjes mijn stok pakken. Dan gaan we er beter naartoe. Ja, dan gaan we even opstaan. En dan lopen we er gewoon naartoe. Nou. Daar ligt er een. En daaronder ligt die rode. Hé? Ja nou. Ja hé. Ligt er lekker heen in de schaduw. In de pootjes een beetje in het zonnetje. Hé? Ja. Dus, maar dat komt ook allemaal goed. Ben ik benieuwd of de moestuin het een beetje doet. Ja, onkruid doet het wel. Maar de redijsjes en de sla. Of dat omhoog gaat komen. Daar ben ik benieuwd naar. Onkruid doet best. Ja, dat doet het allemaal best. Maar ja, oké. De bloemetjes doen het wel goed. Kijk hoe mooi die erbij staan. Echt geweldig. Die zijn ook zo mooi. Lavendel. Die begint het goed te doen en er komt een... Ik moet geen slakken in mijn spullen. Bah. Zo, weg ermee. En dan moet ik hiermee aan de gang. Want dat is allemaal hard. Dat moet eruit. Ja.
dus dat ga ik eventjes doen. Ja, dan eventjes hier buiten aan het bankje ga ik dat eventjes doen voor de vogeltjes. Ja, even nieuw erin. En even kijken naar de pindakaas, het pindakaashuisje. Als dat leeg is, doe ik daar ook nieuwe neer, want ik heb hier nog een potje staan. Dus ja, dan hebben de vogeltjes ook weer wat lekkers, toch? Ja, wij eten lekker, maar de vogeltjes ook. Ja, nou, tot straks maar weer. Hé hey meisje, buiten warm hè? Ja. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer eventjes. Maar dan weer op een andere manier. Ja, ik was er net even live. Ja, buiten. Live. Maar vanochtend zagen jullie dat ik wat anders aan had. Het was zo warm, had ik me omgekleed. Totdat het een tijdje goed ging, maar toen zei er even iets knap. Dus kon ik me weer omkleden. Ja. Zo blijf je bezig, hè? Houd je bezig. Ja, houd je van de straat, zeg maar. Ik had er net ook al live gezegd dat Astrid alweer weg was. Gisteren, ik zou Chrissy zeggen, maar het is niet Chrissy, maar het is Astrid. Ja, die is weer richting Toehausen. Zo is ze naar de Dekamarkt. Even nog wat halen daar ook. Dus ja, en dan ben ik even voor mezelf met een bakje koffie bezig. En dan ga ik zo meteen voor de pc aan het werk. Ik heb even buiten gezeten, maar het is mij op mijn hoofd te heet. Dus ja, dan kan ik niet tegen. Dan kan je mij afschrijven. Ja, dan krijg ik giga hoofdpijn. Dan kan mijn hoofd niet tegen. Ik kan rustig tegen de zon, maar mijn hoofd niet. Nee, of ja, als ik aan het rijden ben en je rijwind, dan koel je wel af. Dan heb ik er niet zoveel problemen mee, maar anders wel. Maar in ieder geval, mijn hondje die ligt daar. Mijn prinsesje weet ik niet. Gaan we zoeken. En daar zit die dame weer. Maar mijn prinsesje zie ik niet. Dus die denk ik dat die boven. Ja, boven op bed. Daar is het koeler. Ja, daar is het koeler. Dus, maar het komt goed. En die rode rakker nou hier. Ha. Mauw. Hé, mauw. Hé, kerel. Ja. Oh, goeie. Dat, ja, lieve vrienden, ik ga lekker bij mijn computer. Ik kan er ook van genieten. Deur staat open, dus lekker. Want ja, om weg te gaan met die scootmobiel die ik nou te leen heb. Mijn arme lijf, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat ik ben blij als mijn eigen sowieso weer terug is. Of, want ik heb vanochtend gebeld om te vragen of ik een ander kon krijgen met meer vering. Ja. Want hier zit totaal geen vering in dat ding. Maar ja, het doet er niet toe. Ik ga het werk. Ik zou zeggen, tot later. Oh ja, en geniet ervan. Van het. Nou, die hoort me niet eens, die blijft slapen. Hi. Oh, jij hoort me wel. Hoor jij mij wel? Hé? Och, lekker ding. Hé? Ja. En daar is mijn andere. Hé? Ja, nou. Ja. En morgen komt tante Chrissy weer jouw oortjes doen, hè? Ja. Hopie dopie. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ik heb mijn vest aangetrokken, want ja, hier komt er altijd wat meer wind op zetten tegen de avond aan. En daarbij, ik moet even ook nog weg, even naar de Dekamarkt. Eventjes eten halen. Want ik had niks uit de vriezer gehaald en ik weet ook niet wat ik zal gaan eten. Ik weet het niet. Het is dat ik niet rechtstreeks nu een vraag kan stellen naar jullie. Van, help mij even, wat zal ik gaan eten? Ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik zin in heb. Ik weet niet dat ik zin in wat heb, maar wat? Ik weet het niet. Dus ja, ik rij even de deka door. En we zien wel waar het strand. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van het heerlijke, prachtige weer. Als ik terugkom, zal ik de zonnescherm weer omhoog zien te krijgen.
Want daar heb ik nogal heel veel kracht voor nodig. Maar dat zal wel lukken. Ja, dat ik zou zeggen, tot straks. Jullie ruiken wat lekkers, hè? Je ruikt ook wat lekkers, hè? Ja. Ik weet het. Want ik heb wat lekkers op mijn bord. Ja, wat zou daar nog wel in zitten? Ik heb er ook sausjes bij. Ja, knoflook en zambal, eigen gemaakte zambal. En een wijntje en een koffie. Ja, nou. Ik denk dat het heel lekker zal wezen. Denk het wel. Ja. Even wat verder weg zetten. Dat moeten jullie denk ik zo wel eens zien, hè? Ja. Dat dacht ik ook. Even losmaken, zien te maken. Wow. Wow. Nou, lekker toch? Ja. Dat ziet er heel lekker uit. Maar ik denk dat mijn bord zo wat te klein is. Nee, ik heb al een groter bord gepakt. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga lekker eten. Ik ben dit keer zomaar eens heel erg vroeg. Maar ik heb zin in wat. Ik ben beroerd. Dus ja, er moet even wat eten in. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten en tot strakjes. Ja, lieve vrienden, daar waren we weer even. Ik wou jullie even wat laten zien. Ik heb wat aangeschaft. Ik ga reclame maken, maar ik word er niet voor betaald. En ze weten er niet eens wat van dat ik het doe. Dus ja. Ik ben dus vanmiddag eventjes, tenminste aan het eind van de middag, ben ik heel even weg geweest om even eten te halen en wat boodschapjes gehaald, et cetera. Maar waar ik boodschappen deed, dat was bij de Vomar, dat weten jullie dat ik daar geweest ben, heb ik wat moois gekocht. Althans, moois, iets ideaals. Ja. Ik heb net op internet gekeken, bij andere winkel blokken genaamd, is die vele malen duurder. Dan is die bijna 10 euro. En wat gaf ik nou aan Karin door via wat is app? Dan gaan we even naar mijn computer, want daar staat het. Ik hoop dat jullie dat zien. Dat is bij de Vomar. Ja, dat scheelt al een slok op een borrel. Toch? Ik heb hem al uitgeprobeerd in mijn nek even, heerlijk. Je kan hem in je kussen stoppen, in de hoes van de kussens. Hij is nogal groot. Dus ja, je kan hem lekker dubbelvouwen in je nek leggen. En dan zien we het wel zwaarder niet uit, maar ja, dat doet er niet toe. Het gaat om je pijn weg te halen of zo. Ik hou hem even aan één kant vast, want daar wip die al weg. Maar dat maakt niet uit. Het hoeft eigenlijk niet, maar dan moet je eventjes rustig blijven zitten. Even op je gemakkie. Maar ik ben nou bezig, dus ja, dan valt hij eraf. Dus ja, dan ga ik hem weer eventjes eraf halen. Zo, ja meisje. Dus ja, ideaal. Hij is koud. Hij voelt koud aan en er zit gel in. Het is rustgevend, natuurlijk verkoelend gelkussen. Natuurlijk verkoelend gelkussen. Zacht en verkoelend, voor maximaal comfort. Ideaal als kussen Ideaal als kussen, mat en steun. Dus ja, ideaal. En ik zal dat jullie ook even laten zien. Kijken of dat lukt wil allemaal. Ik zal hem even tussen mijn knieën doen. Want anders wil het niet. Nou, voor een laptop op je benen. Kun je hem eronder leggen. Verkoelt hij gelijk de laptop. Een autokussen. Een oefenmat. Als je trainen bent met weet ik veel wat.
Waar zijn we? Nou, voor de voetjes. Werkt verkoelend. Je kan erop zitten. En als je iets aan je arm hebt, kan je hem om je arm doen. Ja, dus ideaal. Ik ben er blij mee. En nou die nek nog over en die hoofdpijn. Dat kan ook met, misschien met zo'n ding. Ik heb ook boven heb ik een gel masker. Maar dat zijn allemaal kleine korreltjes. Ben ik niet gewend. Ik ben vloeibare gel gewend. Dus volgens mij is die bril niet goed of zo. Ik weet het niet. Maar hij helpt bij mij niks. En vroeger had ik ook een gel masker. En er zat ook van het blauwe goedje in. En dat hielp wel. En dan zitten de roze balletjes erin en dat helpt niet. Dus vreemd. Maar ja, maakt niet uit. Ik ben er blij mee. Ik ga nu deze vlog gelijk ook afsluiten. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En God zij met jullie allemaal. Ik wens jullie ook een welterusten. Lekker slapen, mooie dromen. En nou ja, dan. Oké, ja, ik zie het al. En ja, morgen dan weer gezond op. En degenen die werken, moeten werken. En degenen die nog vrij zijn en nog vakantie hebben, geniet er lekker van. Het is prachtig mooi weer. En tot aan de andere kant van de nacht maar weer. Doeg!